Ja, vrienden, ja. De hele tijd dat ik het over deze zaak heb gehad, hè, die Mallorca-zaak, ja, heb ik steeds gezegd van, dat gaat tegenvallen, die straffen. Let maar op wat er gaat gebeuren. Hè, we hebben hier te maken met hele slimme advocaten. We hebben hier te maken met mensen met een beetje poen. We hebben hier te maken met jongens die lekker hun mondje dicht houden. Ja, ja. En dan krijg je deze uitslag. Want eigenlijk ligt het niet zozeer aan het Openbaar Ministerie. Want die hebben wel behoorlijke straffen geëist. Maar ja, dan zie je het nu. Ja, dan krijg je dat. Het, altijd weer die rechters. Die rechters in Nederland. Daar zit eigenlijk het probleem. Ja, want die doen altijd maar een beetje zalvend en een beetje van, ja. En wat zien we nu? Ja, want kijk, die gasten hebben allemaal hun mondje gehouden. Ja, en het gevolg is nu dat twee van de drie verdachten, die krijgen maar 30 maanden. 30 maanden, vrienden. Dan gaat dus ook nog weer tijd af en een beetje voorarrest. Die over anderhalf jaar lopen die alweer vrolijk rond. Ja, en hiepen de piep hoera en verder klaar met de hele zaak. Ja, en de hoofdverdachte ook. Want er is één hoofdverdachte daar maar, die Saniel. Ja, en die anderen zijn dan die Hein en Mees. Maar die Saniel, ja, die krijgt dan... Want de rechtbank die stelt dus vast dat hij in ieder geval heeft het gedaan. En dan krijgt hij, en dat vind ik... Maar 7 jaar. Maar 7 jaar, vrienden. Dat betekent, ga 2 jaar af. Nog eens een keer voorarrest, nog eens een keer een beetje goed gedrag. Binnen 4,5 jaar ook weer buiten. En klaar. En dat was het dan. En hoe moet dat niet zijn voor die ouders? Van die ouders van die Carlo Heuvelman. Wat moeten die wel niet denken? Die moeten woedend zijn. Het kan niet anders. Maar nog erger is, wat voor signaal geef je hier nou af? Daar gaat het gewoon om. Het signaal wat je afgeeft aan andere mensen in de toekomst, ook aan jongeren, van weet je wat je doet? Je zuip je gewoon helemaal te pletter. En als jij zin hebt om een potje te matten, dan ga je maar lekker knokken en doen en weet ik veel. En als je ook nog verder wil gaan en je hebt er ook nog zin in om iemand dood te schoppen, dan kan dat ook. Want daar hoef je maar 4 jaar, hoger 4,5 jaar voor te zitten. En dat is het dan. Meer niet. En klaar. En, ja. Dus die gok die kan je rustig nemen. Dat risico kan je rustig lopen. Ja, en die anderen die krijgen helemaal niks. Want die hebben eigenlijk een mondje gehouden. Maar ja goed, vrienden, wat krijgen we nu nog? Misschien nog hoger beroep. Ja, en we krijgen misschien nog die Saniel die boos gaat worden op die anderen. Dat ze hun mondje hebben gehouden. En die het niet kan uitstaan dat zij maar 30 maanden krijgen. En die gaat misschien ook nog babbelen. Dus dat zit er allemaal nog aan te komen. Maar wat is de grote les weer, zoals zo vaak, van deze rechtszaak? Dat, wij weten het al lang en het is nu weer bevestigd. Het leven is niet rechtvaardig.